hallo allemaal, daar ben ik weer. Welkom bij Liz die vraagt door. We gaan hier even een interview afnemen. Hetzelfde vragen weer, maar dan aan een ander bewoner. Dus benieuwd? Kijk dan lekker verder. Hey. Hallo allemaal, dit keer zijn we de gast met... Jessie. Welkom dat je in deze vlogvideo bent. Zeker. Dan gaan we door naar de eerste vraag van vandaag. Heb je een dagplanning? Zeker. Mag ik vragen wat het is? Half 10 wakker worden en dan ontbijten. En daarna Zumba sporten. Lekker. Zeker. Kan ik helemaal uitleven. Beetje... En dan daarna douchen en dan eet ik mijn tussendoortje. Dus eigenlijk kijk je per dag wat je gaat doen. Ja. Dat is een goede. Misschien een goede tip voor jullie kijkers. Vraag nummer 2. Heb je tips voor andere mensen die het moeilijk vinden in deze situatie? Zo ja, wat zijn je tips? Om gewoon jezelf te zijn en gewoon proberen om leuke dingen te doen. Zoals hier thuis of sporten of video bellen naar mensen die je niet kent. Heen kan gaan. Ik hoop dat het een goede tip is voor jullie, dat je iets ermee kan. En is namelijk een hele wijze goede tip. Wie wil je het hart onder de riem steken, terwijl je er niet bij degene kan zijn, of kan appen, of videobellen? Wie kan het zijn? Mijn oma en opa samen. Oh. Dat is echt een leuk lief antwoord. Oma kan wel vaker naartoe gaan of wandelen en dergelijke. Maar nu kan ik namelijk niet, dus ik wil ze onder de riem steken. Dat is super lief. Vraag nummer 4. Weet jij wat de coronavirus is? Ja. Kan je een beetje uitleggen of? Dat je erg ziek kan worden, dat je korst krijgt, verkouden en kortademig kan je er ook wel zijn, maar sommige mensen worden dan niet ziek. Wat zie je ervan dat alles dicht is? Bioscopen, werk, concerten, echt van alles. Enzovoort. Niet zo leuk, omdat ik me verveel en ik wil wel gewoon de dingen doen en dat mis ik wel heel erg. Is gewoon saai. Ja, zeker. Dat is een goede reden dat je niet wil vervelen. Saai. Echt heel erg saai, ja. Coronavirus! Ja, toch? Ja, zeker. Ben je ergens bang voor? Ja, om... Dat ik zelf coronavirus krijg en dat ik dan in het ziekenhuis beland. Daar ben ik dan wel bang voor. Dat snap ik, want je familieleden of je ouders kunnen het ook krijgen. Omdat ik ook risicogroep behoor en daar ben ik dan best wel bang voor. Ja, door naar de volgende vraag. Van vandaag. Wat mis je van de virus? Door de virus. Wat ik mis? Ja. Om bij mijn vriendje te zijn. En te zoenen en leuke dingen doen samen. Dat mis ik de allermeest. Dus kijk.
En nu WhatsApp bellen we, maar dat is wel totaal wat anders. Ja. Wie wil je nog de groetjes doen via deze video? De groetjes doen? Aan mijn zus. Want ik mis... En waarom? Omdat ik te mis. En we spraken heel veel af. Ze kwam hierheen en alles. En nu niet. Dus ik wil de groetjes aan haar doen. En van mij... En van Jessie, mwah, kusjes! Wil je nog tenslotte nog iets vertellen of vragen over het film of iets anders? Nou, ik vond het heel leuk om bij je interview te zijn en te doen. Dat vind ik wel heel leuk, Liz. Erg bedankt, dankjewel. Graag gedaan. Vond je deze video leuk? Klik dan op blauwe duimpjes. Vind je het interessant? Ga abonneren en reageren als je je om me wil zetten. Doe dat. En tot bij de volgende Lissica. Lissie vraagt. Door. Later. Allemaal lieve kijkers.